Yo gasten, welkom bij weer een nieuw commentary op het kanaal van HD. en vandaag heb ik weer een nieuwe gameplay voor jullie op de map Hijacked zoals jullie zien. Het is een uh, regular domination match, 6 tegen 6 en uiteindelijk haal ik hier een mooie score van 66-9 terwijl ik hier, bom, hoppa, een double kill met mijn C4 maak meteen. Um, en ik ga in deze video een aantal tips uh, geven over deze gameplay, of ja, over de map Hijacked. En mijn eerste tip sowieso, niet alleen voor hijack, maar gewoon voor heel Call of Duty, gebruik die C4. Als je die C4 nog niet gebruikt, uh, ja, stel hem dan gewoon een keer in in je classes, want hij is super handig. Hij wordt al door heel veel mensen gebruikt natuurlijk. Um, als je het nog niet wist trouwens, een C4 kan je sneller laten afgaan met uh, twee keer op vierkantje drukken. Ik denk dat iedereen dat wel weet, maar ik was weer zo slim om dat niet te weten. Uh, het werd mij laatst verteld, dus uh, dat is in ieder geval super handig. Um, maar ja, gebruik dat gewoon een keer. En als je het al gebruikt, dan ben je al zeker goed bezig. Vinden het nou niet chill, ja, dan moet je gewoon weer naar de stemtext en de grenade. Maar wat het handige aan die C4 is, je kan hem zelf laten afgaan wanneer je wil. Dus je hoeft niet uh, ja, te wachten met gooien totdat hij precies voorbij komt. En als hij voorbij komt en je gooit de grenade, dan knalt hij niet altijd op tijd af. Dus dat is het uh, voordeel gewoon van die uh, C4. Nou, in deze game gameplay of deze commentary ga ik het dus over. Uh, een paar dingen hebben dat allereerst een uh, aantal tips, maar die vertel ik gewoon door de gameplay heen ligt een beetje aan op welk moment natuurlijk uh, ja ik jullie goed kan laten zien wat er fout gaat of wat er goed gaat. Um, ik ga het over een duel hebben die ik binnenkort ga doen. Um, maar eerst hier even een uh, tip dus. Hier zie ik zit onder uh, de map eigenlijk, nou niet onder de map, maar ik maak een grote fout. Ik moest nog één kill voor mijn lowstar en zoals je ziet, ik word gekillt door een bouncing Betty. Um, en ik, op zich deed ik alles goed. Ik had mijn uh, orbital zet en ik zag precies waar ze kwamen en ik zie dat er niemand aankomt, dus ik kan omhoog klimmen. Uh, dat was allemaal goed. Maar ik wou te graag. Ik wou te graag die kill halen. Uh, waardoor, ik, ja, waardoor ik in één keer erop afren. En eigenlijk niet meer opletten om wat er gebeurt. Want normaal een bounce in betty. Die hoor ik bijna altijd afgaan. En ben ik bijna altijd op tijd. Um, met ja, bukken. Waardoor ik niet gehit word. waardoor ik in ieder geval niet doodga. Maar hier wou ik gewoon te graag die kill. Uh, en hoorde ik die hele bounce in betty niet. Um, ja, ik zelf gebruik natuurlijk een headset, dus ik hoor het sowieso al wat beter. Maar ook al heb je geen headset met je tv-geluid of met je stereo-installatie, kan je het gewoon prima horen. Dus uh, ja, probeer daar gewoon op te letten als je een, uh, nog één kill moet ofzo. Speel gewoon rustig en uh, probeer gewoon uh, te kijken en op te letten wat er gebeurt. Dus want je zag het, ik moest nog één kill en ik verpest gewoon die loadstar. En je ziet ook meteen dat ik uit mijn hele, ja, mijn hele game, mijn gameplay gewoon uit mijn ritme ben. Ik haal weinig kills. Ik ga geloof ik drie of vier keer achter elkaar dood, terwijl ik maar één kill haal. Um, en ik denk, weet je wat, fuck it. Ik pak die hammer op die ik hier. Uh, net die guy kill die die hammer had. Um, en ik ga daar gewoon een beetje mee campen. Want af en toe heb ik dan geen zin. Maar ik denk fuck it, ik ga niet meer rushen. Ik wacht gewoon af. Um, en dat was in dit geval de, ja, de goede beslissing. Want uiteindelijk haal ik hier gewoon. Uh, ja, ik verraad het al een beetje. Maar ik haal mijn Orbital V-Zet en mijn loadstar en mijn K9 unit. Gewoon door hier op deze plek te blijven zitten. Um, ja, en over campen kan ik natuurlijk niet zo heel veel tips geven. Want ja, het is gewoon een kwestie van stil blijven zitten. Of stil blijven staan in ieder geval. Um, maar ja, wat ik in ieder geval heb gedaan is... Ik heb mijn shock charge neergezet. Dus ik weet in ieder geval dat er niemand de trap op kon lopen. Er kan natuurlijk altijd iemand in mijn rug komen via uh, het uh, achtertrappetje. Via, de, ja, via de, de balkon of wat het is. Maar daar uh, weet ik in ieder geval dat er mijn teamaten zitten. Dus daar is ook niet zo heel snel gekillt worden. En dan blijf ik hier eigenlijk gewoon wachten en probeer ik gewoon die kills te halen. En dit is een hele goede plek omdat je precies boven vlag B zit. En ja, meestal probeert de enemy vlag B wel te pakken zoals je hier ziet. Maar ik gooi mijn C4 heel scheef. Ehm... Um, dus ja, als ik die wel beter had gegooid, had ik misschien nog die kill. Maar je ziet, ik maak hier aardig wat kills. En eigenlijk niemand die. Uh, die, die. Ja. Die mij ziet, of ja, ze zien me wel pas als ze doodgaan. Maar die mij achterna gaan, of die me willen killen of iets. Dus ik zit hier wel heel mooi. Um, en daarom haal ik eigenlijk ook mijn Orbital V-set en zo. Dus ook als je op zo'n plek zit en je gaat goed, uh, blijf daar dan gewoon. Maar blijf er ook weer niet te lang. Ik heb hier gewoon een massa dat die, die, ja, dat die enemies er helemaal niet op letten. Maar het beste is om af en toe een beetje van plek te wisselen. Zoals dus je hier ziet, hier ga ik gewoon even naar beneden. Omdat ik eerst denk dat mijn shockcharge afgaat. Dat ging niet ook, maar er was niemand. Um, maar ja, dan wacht ik het gewoon even beneden af om te kijken of er niet uh, per ongeluk iemand omhoog komt lopen waardoor ik doodga. Uh, want stel je blijft gewoon staan daar zonder op te letten, dan kan je dus in je rug worden gekild. En dat zou zonde zijn. Zeker omdat ik hier zo'n orbital 4 set haal. Um, en ik haal ook nog mijn Loadstar MK9-unit met nog 20 seconden te gaan. En dat komt ook omdat ik ja, die orbital inzet en ik let er daar niet helemaal op. Dat is nog een tip. Zodra je orbital v zet of eigenlijk voordat je orbital v zet inzet, um, kijk goed naar uh, hoeveel seconden je nog hebt. Kijk, ik zet hem in terwijl we nog maar 30 seconden hadden of zo. Dus ja, dat is eigenlijk zonde omdat je team kan hem een heel minuut gebruiken en jij zet hem voor 30 seconden in. Uiteindelijk haal ik gelukkig nog wel mijn Kenai unit zoals je hier ziet, echt in de laatste 2 seconden of iets. Maar dat was wel een uh, mooi stukje. Um, nou, dan gaan we even doorspoelen naar de tweede ronde. Zo, en dan zijn we hier weer terug bij de tweede ronde. Ik heb even een slokje ijs gedronken, Want van dat commentaar krijgen ze soms nog wel eens een droge kill Zoals nu. Dus uh, mijn keel is weer glad. Oh, dat klonk wel heel erg fout. Maar ja. Um, zoals je ziet, ik heb dus mijn loodzaak in mijn K9-unit. Um, en hier maak ik nog eigenlijk ja, weer een foutje. Een beetje ja, onzorgvuldig spelen. Ik zet mijn docks in, maar die kon ik niet inzetten, zoals je zag. En ik dacht dus dat ik ze nog niet had ingezet. En ik druk nog een keer op die streak En toen ging ik in mijn loodstar midden op de map. Ik had, lag gelukkig wel nog uh, op de grond. Maar uh, ja, dat was dus een fout, want voor hetzelfde geld werd ik daar gekilled En ik had in principe nog geen streak of iets. Maar zeker met de hijack daar haal je zoveel kills dat je bijna weer je orbital v-set hebt. Dus probeer daar ook op te letten, gewoon goed op letten welke streak je inzet. Uh, ik was dus niet aan het opletten omdat ik een kill maakte. En tegelijkertijd ook uh, mijn streak zou inzetten. En zoals je hier ziet, kill ik die uh, sentry gun... Ik zie heel vaak dat mensen daar voorbij lopen. Die laten hem gewoon gaan. Die hebben er geen last meer van. Die denken zo dat is klaar. Maar als je een C4 hebt, probeer gewoon die centrigun kapot te maken. Want het levert je 125 punten op. Als je 1 C4 gooit, hoef je alleen nog even met je wapen er een uh, halve mak of zo op leeg te schieten. Nou dan is die al kapot. En het levert je gewoon 125 punten op. Dat is toch weer een kill. En uh, ook weer 125 punten dichter naar je score streak. Dus dat helpt altijd. Um, nog twee andere dingen waar ik het over wou hebben, dat is natuurlijk die duel. Maar allereerst wou ik jullie allemaal even bedanken voor uh, ja, het abonneren op mijn kanaal. Het uh, gaat super hard, of nou uh, ja, misschien niet zo heel hard, maar voor mijn gevoel gaat het in ieder geval hard. Want we zitten alweer op 74 abonnees. Het is vandaag een zondagavond, dus uh, nu op 74. En ik hoop dat we die morgen de 75ste halen met mijn nieuwe video. Um, dat zou echt top zijn. In ieder geval iedereen die op mij uh, de, ja, de laatste dag of de laatste twee dagen is geabonneerd. Alvast heel erg bedankt dat jullie zijn geabonneerd. Um, ja, dat waardeer ik heel erg. En laat vooral reacties achter. Zodat ik uh, ja, feedback achter. Met wat ik beter kan doen. Of juist uh, als je een tip hebt. Of juist vragen van hoe wil je dit een keer doen. Of uh, hoe doe je dat. Laat gewoon die reacties achter. Want daar kan ik dan op reageren. En uh, dan kan ik jullie helpen. En jullie helpen mij natuurlijk. En als je die video leuk vindt. Like hem dan ook vooral. We halen al uh, de laatste drie video's. Hebben we elke keer meer dan tien likes gehaald. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik hoop dat we binnenkort voor die 15 likes kunnen voor die video. Dat zou echt super top zijn. Dus als je deze video ziet en je denkt, joh die is goed, die geef ik een like. Like hem dan gewoon meteen. Dat helpt mij enorm. Um, en nog iets anders waar ik het over wil hebben is dus die duel. Het wordt de allereerste duel voor mij die ik ga doen. Uh, ja, Op dit kanaal eigenlijk mijn allereerste duel sowieso. Ik heb nog nooit een duel gedaan, maar dat wordt wel leuk. Ik ga die namelijk uh, samen doen met uh, nl Is ook een YouTuber die uh, ja, pas anderhalve maand bezig is, denk ik. Ietsjes langer dan mij, maar ook nog niet zo heel lang. En die heeft inmiddels al 120 abonnees. Dus die groeit ook echt super hard. En die doet ook heel erg zijn best. En die heeft er ook heel veel lol in. Um, en wij zitten samen in een community kanaal. En ik dacht, weet je wat? Uh, zullen we gewoon samen een duel doen? En hij, hem leek dat ook wel leuk. Hij had het al een keer eerder gevraagd. Dus ik dacht, weet je, we gaan dat gewoon doen. Um, dus die video komt binnenkort online. Ik moet nog even kijken wanneer we dat gaan doen, wanneer we daar uh, tijd voor hebben. Maar pardon, ik hoop deze week. Moeten we even kijken wanneer hij kan en wanneer ik kan natuurlijk. Um, en in die video gaan we jullie gewoon een aantal tips geven. Ook weer over de gameplay. Dus eigenlijk gewoon een tipvideo. En in die video gaan we dus uh, tips over onze speelstijlen uh, vertellen. En over waarom we zo spelen. Dus waarom we die uh, bepaalde speelstijl hebben en waarom wij dat uh, gebruiken. Zodat jullie een beetje kunnen zien. Ja, sowieso twee verschillende speelstijlen misschien. Um, en dat je een beetje het verschil kan zien tussen onze speelstijlen. En dat we ook ja, een beetje kunnen zien wat het voordeel van de ene speelstijl is. En van de andere speelstijl. Um, dus ja, als je die video wil zien. En je bent nog niet geabonneerd. Abonneer dan ook even. Um, en als je zijn kanaal nog niet gezien, uh, hebt gezien. Uh, zijn kanaal staat op mijn YouTube-kanaal, dus daar kan je hem even bekijken. En abonneer natuurlijk op hem als je zijn video's leuk vindt. Nou, dat was de gameplay alweer. Het was een vrij lange gameplay en ik had vrij veel te vertellen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie wat aan de tips hebben gehad. Uh, vergeet natuurlijk niet te abonneren, te liken en te reageren. En uh, hopelijk tot de volgende keer.